Onderwijs moet dus nog leerlinggericht zijn, nog leerkrachtgericht. Maar eerder leerstofgericht, of ik zou misschien beter zeggen wereldgericht. Leerstofgericht, dat klinkt misschien niet zo direct hip, maar als ik nu zeg dat de definitie van goed onderwijs is liefde voor het vak, dan zal dat denk ik al een pak beter klinken. Daardoor is de leraar niet zozeer een professional, maar eerder een liefhebber, een amateur, die begeesterd is door het vak, die een passie heeft voor het vak. En daardoor brengt hij de leerling in contact met een stuk werkelijkheid. Richt hij de blik van de leerling naar buiten, zodat die de gewone tijd als het ware vergeet. De leerling wordt letterlijk bij de les gebracht. Daardoor is onderwijs ook in staat om bijvoorbeeld voor leerlingen die uit een moeilijke thuissituatie komen, de gewone tijd te doen vergeten. De verleden tijd die dergelijke kinderen hebben, ja, die was meestal al niet erg leuk. En de toekomstige tijd van die kinderen, ja, die ziet er ook al niet zo rooskleurig uit. Dat dus door ze in de tegenwoordige tijd te trekken, dus die minder rooskleurige tijd te vergeten, door ze in de tegenwoordige tijd te trekken. Dit is geen hoogdravende theorie, maar concrete werkelijkheid. Ik vertel graag over mijn dochter die in het buitengewoon onderwijs lesgeeft aan achterstandskinderen. Weet u, die kinderen zijn blij dat ze naar school kunnen gaan. En vooral, en in het bijzonder, na de vakantie, want dan hebben ze zich steendood verveeld thuis. En waarom zijn ze daar zo blij om? Toch niet omdat de juf hen opnieuw herinnert aan hun thuissituatie, die vaak ellendig is. Of door in de klas voortdurend aan te sluiten bij hun leefwereld. Nee, precies het omgekeerde. Door hun leefwereld te doen vergeten. Er worden daar geen individuele behoeften centraal gesteld. Er wordt niet narcistisch naar zichzelf gekeken. Nee, de blik wordt op een stuk van de wereld gericht. Geen zin om te lezen? Dan gaan we lezen. Dat is wat een echte onderwijzer doet. De les is dan als het ware een soort luchtbel in de tijd. Het is vooral in het kleuteronderwijs dat het ervaringsgericht onderwijs onverkort toegepast wordt. Bekend is het hoekenwerk met de moetjes en de magjes, u kent het. Kinderen worden hier dus al geacht te kunnen kiezen en de zelfsturing, alweer een psychologisch begrip, moet worden gestimuleerd. Ik heb eigenlijk nooit begrepen wat daar zo pedagogisch aan is. Nog los van het ironische feit dat kinderen hier kennelijk al wel kunnen kiezen, maar dat in het secundair onderwijs op 12-jarige leeftijd niet schijnen te kunnen, moet men zich toch afvragen wat men daarmee eigenlijk denkt te bereiken. Uit deze praktijk blijkt volgens mij duidelijk dat men niet goed begrijpt wat intrinsieke motivatie eigenlijk is. Ze lijken te denken dat dit iets is dat vanuit het kind komt. Maar het woord intrinsiek slaat daar niet op. Het woord intrinsiek slaat op een interesse voor het ding op zich. Dus zonder enig ander doel. Welnu, het stimuleren van echte intrinsieke motivatie is juist gebaat met het uitgaan van het vanzelfsprekende. Door het kind expliciet te laten kiezen, is het voor dat kind niet meer vanzelfsprekend dat de activiteit waarvoor het tevoren niet koos, achteraf nog aantrekkelijk zou zijn. Het kind wordt hier letterlijk aangespoord een rangorde op te maken van wat het aantrekkelijk en minder aantrekkelijk vindt. Maar het doel van onderwijs is alles wat we aanbieden als aantrekkelijk voor te stellen. Waarom geeft de juf niet gewoon de boodschap, dit gaan we allemaal doen. En dat gaan we allemaal doen omdat het allemaal leuk is. Kortom, hoe een dogmatische ideologie ons heeft vervreemd van de meest elementaire pedagogische wijsheid. Een bijkomend probleem is dat door deze manier van werken er veel te weinig talige communicatie is met de kinderen. Dit is een probleem waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor bestaat. Daar zijn vooral de taalzwakke kinderen de dupe van. Door te veel in groepjes te werken, weet de juf vaak niet eens hoe het gesteld is met de taalvaardigheid van de kinderen. En dit blijkt echt zo te zijn uit ervaringen. Het is juist enorm belangrijk dat het die juf is die voortdurend zelftalige interactie heeft met die kinderen. Omdat natuurlijk de taalkwaliteit van zeer groot belang is en het opdoen van die schooltaal, en dat weten we uit veel onderzoek, zeer belangrijk is in de verdere schoolse loopbaan. Als kinderen gewoon onderling, dus wat praten, is dat natuurlijk vaak van een mindere kwaliteit, zeker bij taalarme kinderen. Ja, welbevinden. Het is duidelijk dat ook dat een centraal kenmerk is van het ervaringsgerichte onderwijs. Maar ook los van het strikt ervaringsgericht onderwijs is dat een begrip dat nu overal ingeburgerd lijkt. Alle aanhangers van dit begrip onderschrijven de illusie, mijns inziens dan, dat als kinderen zich gelukkig voelen, ze meer gemotiveerd zijn om te leren. De sociaal-emotionele vaardigheden, het welbevinden, zouden noodzakelijke voorwaarden zijn voor de cognitieve, schoolse ontwikkeling. Dus eerst je goed voelen, dan pas leren. Deze simplistische visie heeft de therapeutisering van het onderwijs nog versterkt. Lessen in welbevinden, het leren uiten van emoties, training in emotionele intelligentie of hoe gelukkig te worden, behoren nu tot de doelstellingen van het onderwijs. Het discussiepunt is niet of er al dan niet aandacht moet zijn in het onderwijs voor emoties en een bredere persoonlijkheidsontwikkeling. De discussie is wel op welke wijze dat best gebeurt en wat de plaats is van die persoonlijkheidsontwikkeling. Er is immers een hemelsbreed verschil tussen het ontwikkelen enerzijds van een emotionele verfijning en bewustzijn via bijvoorbeeld een initiatie in allerlei cultuurproducten, en dan kan u denken aan poëzie, literatuur, beeldende kunst, muziek en zo verder. En aan de andere kant het aanleren van een aantal psychologische of psychotherapeutische techniekjes. Hoe kan een onderwijs dat er in de eerste plaats op uit is om kinderen zich goed te laten voelen, hoe kan dat onderwijs en er ook op uit is, ongemakken en frustraties zoveel mogelijk uit de weg te gaan, hoe kan dat onderwijs een kind ooit voorbereiden op een wereld met al zijn kansen en mogelijkheden aan de ene kant, maar toch ook met zijn onvermijdelijke frustraties en druk? Zijn we kinderen niet op grote schaal kwetsbaar aan het maken door dit pseudo-wetenschappelijk gepsychologiseer? Als u aan mij vraagt deze vraag te beantwoorden, zeg ik ja. Alle tekenen wijzen er ook op. Er zijn niet minder problemen van sociaal-emotionele aard, integendeel. Alles wijst er echter op dat het bannen van mislukkingen in het onderwijs in feite de capaciteit van kinderen ondergraaft om te kunnen omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen en dus ook met de mislukkingen. Tot slot, wat heb ik u vandaag eigenlijk willen duidelijk maken? Ten eerste dat de situatie in het onderwijs veel zorgwekkender is dan men meestal aanneemt. En ik ben geen doemdenker hoor, absoluut niet. In alle geledingen van het onderwijs is er een kwaliteitsdaling ingezet. Wel, ik denk dat het niet moeilijk is te voorspellen dat, indien er niet dringend wordt ingegrepen, die daling een vrije val wordt. En dat kan snel gaan. Dit is het gevolg, denk ik, van enkele factoren die nu samenkomen. Ten eerste de problematiek van de anderstaligheid, waar ik al op gewezen heb, en ten tweede het gewijzigde onderwijsklimaat, in postmoderne zin dus, waardoor de essentie van wat onderwijs is op de helling wordt gezet. Een andere, tamelijk gemakkelijke voorspelling in mijn ogen is dat we regelrecht afstevenen op het ontstaan van privéonderwijs. Is het zo individueel overigens dat men het wil? Overigens is er in de feiten al een belangrijke vorm van partieel privéonderwijs. Al die kinderen die naar de logopedist gestuurd worden voor bijles of leertherapie, die zijn al in grote mate het gevolg van al te snel problematiseren en dus van het tekortschieten van het onderwijs. Ten tweede, de hervormingen en de oplossingen die men voorstelt zijn in feite, mijns inziens, een vlucht vooruit. En in plaats van een oplossing te bieden, zullen ze de zaken alleen maar erger maken. Meer differentiëren, meer individualiseren, meer inzetten op individuele talenten, meer aandacht nog voor werkvormen, zijn heil zoeken in ICT-toepassingen om het onderwijs minder saai te maken. Het zijn allemaal remedies die niet kunnen werken, omdat ze niets doen aan de echte problemen. Laat ik het voorbeeld van de ICT-toepassingen nemen. Denkt men nu echt dat motivatieproblemen kunnen aangepakt worden door bijvoorbeeld iPads te gaan gebruiken? Hoe naïef. Door een technisch middel, waar op zich niets mis mee is, voor te stellen als een doel op zich, ondergraaft men natuurlijk de potentieel intrinsieke motivatie die alleen maar kan opgewekt worden door de inhoud als interessant voor te stellen, niet de vorm. Wat moet er dan gebeuren? Wel, ik denk dat we eigenlijk niet veel keuze hebben en geen keuze hebben. We moeten onze onderwijsvisie terug op orde brengen en herwaarderen. En daar pleit ik voor wat ik zou durven noemen een nieuwe synthese onder de vorm van een gematigd modernisme. U heeft voor de pauze gehoord wat ik daaronder versta. Kort samengevat de gedachte dat de basis van het onderwijs gevormd wordt door de algemene verstandelijke vermogens van alle kinderen die in de betreffende onderwijsvorm zitten. We moeten dus ophouden met het relativeren van het kennisaspect. Natuurlijk moet dat aangevuld worden met andere aspecten. Attitudes, vaardigheden, waarden, maar die ook expliciet in de doelen worden ingeschreven en worden bijgebracht. En ook eventueel concreet evalueerbaar zijn. Maar al de rest is ballast en moet eruit, denk ik. De reële leertijd kan daardoor ook terug worden verhoogd, want het is een empirisch feit dat de reële leertijd enorm gedaald is tegen vroeger, gewoon doordat men in het onderwijs zoveel andere problemen is gaan droppen, maatschappelijke problemen, en allemaal op het bordje zijn gelegd van het onderwijs. De inhoud van wat we willen bijbrengen moet daarbij natuurlijk centraal staan. Dat vraagt enthousiasme en engagement van de leraren. En ik citeer hier graag een titel van een oratie van collega Van der Werft uit Groningen, als hij het had over de problematiek van het onderwijs. Niet consumeren, niet construeren, maar engageren. Dat is wat onderwijs moet doen. Dus niet consumeren, het klassieke, wat ik genoemd heb, die premoderne visie. Niet construeren, postmodern, maar engageren. Het niveau moet op alle... dus het onderwijs, het kwaliteitsniveau bedoel ik, moet op alle niveaus van het onderwijs ook grondig herbekeken worden en opgetrokken worden. Daarmee bewijzen we vooral de zwakkere leerlingen en dus de democratisering een grote dienst. Niet alleen de goede. Kinderen en jongeren voorbereiden op onze complexe samenleving doe je niet door als een kip zonder kop achter elke nieuwe hype aan te lopen. Of door elk nieuw technologisch middel als dé oplossing te zien. Nee, het is precies omgekeerd. We kunnen onze jongeren maar weerbaar maken tegen de enorme informatiestroom en ook stroom aan ervaringen en daar op een verstandige manier mee leren om te gaan door hen juist een stevige kennisbasis mee te geven. Maar in het onderwijs zal men natuurlijk wel inspanningen moeten leveren om de nieuwe media als middelen, niet als doel, als middelen zinvol te integreren in het curriculum. Onder dergelijke voorwaarden kunnen we proberen om te gaan met de nieuwe toenadering die ik schetste voor de pauze tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassenen. Maar waarbij de volwassenen toch nog altijd en misschien zelfs meer dan ooit een belangrijke educatieve rol speelt.